Hoi, mijn naam is Wieger Wamelink. Ik ben onderzoeker en ik onderzoek of je planten kunt telen op Mars en op de Maan. En dat doen wij hier in de kassen van de Wageningen Universiteit. En ik ga jullie laten zien hoe je dat ook zelf zou kunnen doen met rucola. Gaan jullie mee? We zijn nu in de kas. Het is hier lekker warm. Dat merken we nu ook. En het geluid wat je hoort komt van de schermen die open en dicht gaan voor de zon. Ik sta hier bij onze aardappelen. Nou, waarom aardappelen? Je kunt niet alleen maar rucola en sla en tomaatjes eten. Je hebt iets nodig om energie binnen te krijgen. Nou, daar zijn aardappelen heel uitermate geschikt voor. Daar krijg je veel energie voor binnen. En je kan natuurlijk frietjes bakken. Maar we hebben ook een andere proef met lamzoor en zeekraal. In de marsbodem zit behoorlijk veel zout, chloride. En daar groeien aardappelen niet zo goed op. Wat we nu doen is met de zeekraal en de lamzoor. Die nemen wel zout op. Die halen dat dus uit de bodem. Daardoor blijft er minder zout in de bodem over. En kunnen we daar dan wel aardappeltjes op telen. Dan hebben we nog een proef staan, dat is met de ertjes. En de ertjes die kunnen samen met bacteriën, rhizobiumbacteriën, kunnen die een speciaal trucje. Die kunnen namelijk stikstof uit de lucht N2 binden en dat omzetten in mest, in nitraat. En zo kunnen we de bodem als het ware bemesten. En dat is belangrijk, want op Mars zit niet veel nitraat in de bodem. En die twee dingen, dus het lamzoor die het zout eruit haalt, de ertjes die extra mest erin brengen, zorgen ervoor dat we uiteindelijk veel aardappels kunnen laten groeien.